In Hilversum voltrekken zich momenteel ingrijpende veranderingen, waar zowel Bert Huisjes als Theo Maassen zich gedwongen voelen een aanzienlijke stap terug te doen. Deze beslissingen komen voort uit schokkende onthullingen die hun positie onhoudbaar hebben gemaakt. Bert Huisjes, ook wel bekend als Engrebert, neemt een tijdelijke pas op de plaats als hoofdredacteur van WNL. Zijn vertrek lijkt definitief te zijn, gezien de brede opstand tegen hem die de toekomst van WNL in gevaar brengt. Huisjes geeft aan dat hij ruimte wil creëren voor een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden rondom de verwijten aan zijn adres en het functioneren van WNL. Hij erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de opbouw van WNL, wat heeft geleid tot problemen voor sommige medewerkers. Een opvallende draai in zijn standpunt, waar hij nu de kritiek ter harte neemt. Ook Theo Maas laat weten terug te treden als presentator van VPRO's Zomergasten, vanwege onthullingen over huiselijk geweld. Zijn besluit komt met pijn in het hart, aangezien er geen vakinhoudelijke reden is voor zijn terugtreden, maar vanwege onjuiste berichtgeving in de roddelpers. Maase weigert commentaar te geven op privékwesties en benadrukt dat zijn privéleven privé hoort te blijven. De VPRO en Theo Maase zijn het oneens geraakt over de aanpak van de beeldvorming als gevolg van de berichten. Dit heeft geleid tot het onmogelijk maken van een samenwerking voor dit seizoen. De VPRO waardeert de steun van betrokken en weldenkende mensen. Maar benadrukt dat de aandacht bij zomergasten volledig moet uitgaan naar de gasten. De zoektocht naar een opvolger voor Theo Maase is nog gaande, en hoewel deze persoon nog niet bekend is, benadrukt de omroep dat de samenwerking met Theo Maase in 2023 als geslaagd wordt beschouwd. De ontwikkelingen in Hilversum werpen een schaduw over de mediawereld, waarbij zowel persoonlijke als professionele aspecten in het geding zijn. Het is afwachten hoe deze situaties zich verder zullen ontvouwen en welke impact ze zullen hebben op de betrokkenen en de onroepen waar ze aan verbonden zijn.